Hey, ik ben Manon en vandaag unbox ik de Philips Airfryer XXL. En dat is een hele grote, dat is perfect voor met het gezin. Er passen namelijk genoeg frietjes in, snacks, zelfs een hele kip. Hij zit nog helemaal ingepakt, dus ik ga hem eerst even uitpakken. Zo, nou vergeet ik bijna iemand voor te stellen, want vandaag zit bij mij in de studio. Hi, Caro. Dat is onze nieuwe Duitse vlogster, dus mocht je het Duitse kanaal al hebben gezien, heb je er misschien al gespot. En anders zeker even een kijkje nemen. Ja. Oké, ik ben nog niet klaar. Tada! Zo, ik ga hem gelijk even aansluiten. Die zit erin. Het snoer is dus niet zo heel erg lang, dus houd daar rekening mee. Al zal je op je aanrecht vaak wel een stopcontact in de buurt hebben. Dit is hem dus, de Airfryer XXL. En hij is dus lekker groot, dus ideaal voor het hele gezin of als je veel vrienden over de vloer hebt. Hij heeft namelijk een laadvermogen van 1,4 kilogram. Dus je kunt er frietjes in kwijt voor 4 tot 5 personen. Of gewoon heel veel snacks, een hele kip, een quiche, wat je maar wil. Dus je kunt er lekker veel verschillende dingen in maken en er lekker veel in kwijt. Ik ga hem even aan je laten zien. Daar gaat hij open. Dus de eerste keer dat ik hem zelf ook hier open maak. Dus alles zit er nog in. Kartonnetje. Het mandje en deze. En dit verklapt eigenlijk al iets over wat deze airfryer zo bijzonder maakt. Dit ding is lekker stervormig. En het is dus de Twin Turbo Star technologie die op de airfryer zit. Nou, wat dat inhoudt... Caro, ik weet niet of jij zelf een airfryer thuis hebt of wel eens hebt overwogen om er eentje te nemen. Ik heb er geen, maar zeker overwogen. En waarom dan? Waarom zou je een airfryer willen? Ja, eigenlijk ten eerste, of ja, dat is de voornaamste reden dat je gewoon vetvrij kan frituren. Dus frietjes, snacks. Ja, ja, precies. Kan maken zonder dat je meteen zo'n zware hap hebt. Ja, inderdaad. Dat je gewoon minder vet je eten kunt bereiden. Dus inderdaad frituursnacks, maar ook andere dingen. Ja. Nou ja, daar heeft Philips dus ook goed over nagedacht, want in deze airfryer zit de Twin Turbo Star technologie. Dat is eigenlijk een soort dubbele bodem die hierin zit. Hierin zie je ook zo'n ster en deze leg je er dan zo op. En wat er dan gebeurt, bij deze airfryer worden er meer vetdeeltjes uit de circulerende lucht gehaald dan bij andere hete luchtfriteuses. Die blijven hier namelijk onder zitten. Dus je frituurt al vetvrij. Maar hierbij dus eigenlijk nog een stukje gezonder. Alle losse onderdelen die kunnen ook in de vaatwasser. Dus dat is heel erg makkelijk voor het schoonmaken. En dit is dus het mandje. Hier past best wel veel in. Ja. Ik heb er zelf al eens een hele kip in gemaakt. Super lekker en heel makkelijk ook. En dus gezonder dan als je hem frituurt of sneller ook dan in de oven. Volgens mij kan je daar gewoon een hele zak friet in kwijt. Ik zeg, dat gaan we zo even uitproberen. Zo, deze weer dicht. En hier voorop zit de bediening. Hier zet je hem natuurlijk aan. En hier kun je de temperatuur instellen. Zoals je ziet, hij kan tot 200 graden, maar hij kan ook helemaal terug tot 40 graden. En daarmee is hij ook heel geschikt om dingen te ontdooien, mocht je dat willen. Hier zit een warmhoudfunctie, dus ook als je je frietjes al helemaal hebt bereid, je schept een deel op, maar een deel zit nog in de airfryer, kun je ze lekker warm houden. Hier zo kun je de tijd ook instellen. En er zijn ook een aantal vooraf ingestelde programma's. Die vind je hier. Voor diepvriesfrietjes, kip, vlees, vis, een quiche of een hartige taart. En de handmatige functie. Ik zeg, het is tijd voor frietjes. Frietjes! Het leukste moment. Natuurlijk gaan we ook even frietjes bakken. Want ja, je kan het natuurlijk niet testen als je zo'n mooie airfryer voor je hebt. Dus we gaan lekker frietjes maken. En zoals ik net al zei, mijn airfryer is echt niet alleen geschikt voor friet, maar je kunt er echt van alles in maken. Ik heb dus wel eens een hele kip gemaakt, maar je kunt er ook taarten in maken, vis of vlees in braden. Groenten maak ik er heel erg vaak in. Maar vandaag gaan we lekker voor frietjes. Daar maak ik mijn collega's hier ook blij mee. Yes! Oké. Zo, deze gaan hierin. Volgens de instructies op het zakje friet moeten ze 12 minuten. Wel een tip, houd het zelf altijd even in de gaten. Sowieso regelmatig even omschudden tussendoor. 1 of 2 keer. En het kan nogal hard gaan in je airfryer. Dus check even of ze niet te hard gaan. En mocht je het zelf lekker vinden om ze iets knapperiger te hebben, kun je ze altijd nog langer erin laten zitten. Aan.
zet ik hem hier op 180 graden en 12 minuutjes. En dan gaat hij uit. En nu gedeeld hebben. Lekker! Yay! Oeh. Het ruikt in ieder geval al heerlijk. Het ruikt zo lekker. Nou, dit ziet er echt top uit. Kijk eens. Nou, wat dus heel chill is, je hebt hier van die rubberen dingetjes aan de onderkant, waardoor je hem ook zo veilig op je aanrecht kan zetten. Het ruikt heel lekker, hè? Mm-hmm. Zullen we even proeven? Ik heb natuurlijk niet te ontbreken mayonaise meegenomen. Tada. Nou, Caro. Ik zeg, neem ook een frietje. Ik ga zo heel het mond verbranden nu. Mmm. Ze zijn echt heel knapperig. Ze zijn echt knapperig. Ja. Lekker. Nou, dit was hem dus. De Airfryer XXL. Er past lekker veel in. De frietjes die waren lekker knapperig. Mocht jij nog vragen hebben over de Airfryer, stel ze dan in de comments onder de video. En dan beantwoord ik ze zo snel mogelijk voor je. Doei doei!